U bent er even nog niet mee bezig. Maar er is volgend jaar ook nog een wereldkampioenschap. In het homofobe, vrouwonvriendelijke, arme arbeiders uitbuitende Qatar. Het lievelingslandje van Ronald, de tweelingbroer van onze bondscoach. Als we daar al mee mogen doen, want in de kwalificatie verloren we met 4-2 van Turkije. Ik wil de beelden van die wedstrijd van 3 maanden geleden graag nog een keer bekijken. Wat is er gebeurd die avond? Op dit EK zien we hoe slecht Turkije is. Nog slechter dan Noord-Macedonië. Turkije behandelde de voetbalkijkers echt heel slecht. Dit was mensonterend, dit was martelen. Turkije is nog slechter dan Wolter Kroes. Oh, wat heeft Turkije een slecht elftal. Ze speelden als een bedorven bak deuner, zonder saus. Ik ga hier verder niet te diep op in. Turken zijn een trots volk. Zelfspot is niet hun sterkste punt. Hun leider Erdogan houdt niet van generaliseren en kan dit zomaar uitleggen als islamofobie. Het elftal van Turkije was een belediging voor het Turkse volk en voor alle andere volken. Turken zijn heus wel wat gewend. Ze gooien daar ook yoghurt over vleesspiezen. Ik heb medelijden met die slechte spelers van ze. Ja, want wat gaat Erdogan met ze doen? Het is geen democratie, hè, Turkije. Erdogan is tot alles in staat. Het kan zomaar dat hij dat hele elftal ondersteboven boven de Bosporus hangt. Ik vind het oprecht heel erg voor de supporters van de Turkse ploeg dat ze dit EK niet hebben kunnen toeteren. Want dat is belangrijk voor ze. Ieder volk zijn eigenaardigheden. Wij worden oranje, zij gaan toeteren. Maar ik vind het idee leuk dat Erdogan alle wedstrijden heeft gekeken. Voetbal is heel belangrijk voor hem. Hij bemoeit zich met de Turkse competitie, regelt wie de kampioen wordt, organiseert wedstrijden waarin hij zelf de uitblinker is en denkt dan ook nog echt dat zijn onderdanen dat geloven. Die man denkt serieus dat hij een geweldige leider van een wereldmacht is. Als ik hem met iemand moet vergelijken, Jan-Joost van Gangelen. Jan-Joost van Gangelen vindt zichzelf de beste sportpresentator van Nederland. Hij zegt dat gewoon bij Radio 1. En er is helemaal niemand daar die hem tegenspreekt. Ik ben de beste van allemaal, samen met Wilfred Gené. En dan denk ik, laat onze arme Wilfred even buiten jouw onzin, halve gare deegsliert. En meteen daarna denk ik, Erdogan. Ze hebben het toch altijd over de lange arm van Erdogan. Jan-Joost van Gangelen is lang. Het is maar een complottheorie, maar zou het kunnen dat Erdogan een toverdrank heeft laten brouwen en zichzelf tijdelijk heeft omgetoverd in een insect of een hond en dat hij daarna Jan-Joost van Gangelen in zijn been heeft geprikt of gebeten en dat Jan-Joost daarom nu zo overdreven zelfverzekerd is. Kijk naar de beelden en je ziet de parallellen. Er hoeft maar een cameraploeg te zijn en Jan-Joost van Gangelen gaat raar doen. Ik hoop echt dat ik ongelijk heb, maar ik denk dus echt dat Jan-Joost van Gangelen en Erdogan één en dezelfde persoon zijn. En dan? Wat is hij met ons van plan? Laat hij een baard staan? Krijgt Helene een hoofddoek om? Of nog erger, geeft hij haar een snor? Gaat hij ons gek maken met nog meer slechte televisie vol verborgen boodschappen? Kijk er niet naar, mensen. Eet niet te veel frikandellen. Ga niet op vakantie naar Hongarije. Koop geen Chinese spulletjes. Luister niet naar Jack van Gelder. En kijk, als hij op televisie is, nooit in de ogen van Jan-Joost van Gangelen. Zo, mis niks van de Oranje Zomer. Ga naar veronica-insight.nl.